Ik ben zo blij als morgen die trains eruit zijn. Als het dus niet werkt, dan gaat het waarschijnlijk de oren af moeten. Ja, en dan vraag ik... Of een spuitje. Het is vandaag een hele, hele, hele spannende dag. Want volgens mij ga ik vandaag letterlijk te horen krijgen of ik kankervrij ben of niet. Goed nieuws en minder goed nieuws. Wij liggen in de schappen en ouders van nu... En... Zullen we maar eerst even openen? Ja, misschien moeten we het liedje even uitzetten. Misschien moet je het liedje even uitzetten. Krijgen we een strijk. Hi lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. Terwijl dat René weer wegzwijmelt bij de zoveelste kerstfilm. Is het toch wel weer tijd om je aan te kleden, schat? Kom, je moet eruit. Je moet eruit gewoon. Kom je eruit? Ja. Oké, ik zet hem eventjes neer. Onze daily routine. Ik mag mijn armen nog niet boven mijn hoofd doen. Nee. En daardoor zat er wat mosterd in de trui. Mosterdvlekkie. Maar dat is allemaal mooi uitgekregen. Tada! Ik ben zo blij als morgen die trains eruit zijn. Nee, dat kan ik niet bij de trains. Deze zwarte zit echt een stuk strakker, heb ik het idee. Ja? Ja. Nou, dan ga ik maar meteen die witte eventjes uitwassen. Dan kan je die weer aan. Ja. Goed plan? Ja. Oké. Ik ga eerst even spekjes bakken. Is goed. En bloemkool. Nee, zie je, zo heeft me ook weer even romantisch gewassen. Van mijn douche. Dat doe je toch voor elkaar? Hm? Ja, maar jij bent gewoon de allerliefste. We hadden toch niet gedacht toen we voor het eerst bij elkaar kwamen? Nee. We dachten dat dat nog wel iets van 50 jaar zou duren. In sickness en in health. En straks, nee niet straks, nu. Allemaal weer stapjes richting het normaal. Richting je lekker voelen. Richting, je huid is echt helemaal opgeknapt. Een stuk beter. Richting lange haartjes. En richting die trains eruit. Die fucking trains. En oh ja. Mijn nagels eens lakken. Hè? Ik ga straks je nagels lakken. Dat wordt ook nog hartstikke leuk. Ik hou van jou. Ik hou ook van jou. Goedemorgen allemaal. Ik ben op zoek naar mijn vrouw. Hey! Hey! Vandaag gaan we naar het ziekenhuis, want eindelijk gaan die drains eruit en daar ben ik nog het meest blij mee. En we krijgen bericht over de uitslag. Nou, ik ben echt afgevallen, maar mijn kruisje zit los. Ja, je bent ook echt afgevallen. En hopelijk kankervrij. Ik hoop het. En coronavrij. Maar vooral kankervrij. Dat gezegd hebben we. Oh, dit is echt, we zijn weer vergeten te filmen, maar dit is Mojo. Ah. Nee, Mojo is niet gevaarlijk, maar Mojo, die heeft een soort van bulldog melk koffie om, want Reggie die heeft een hele zware oorontsteking met verschillende resistente bacteriën en daar hebben we nu dus een medicijn voor gekregen, alleen Mojo die blijft dus dat oor likken, wat mede dus het ook de oorzaak kan zijn van de ontsteking. Van de ontsteking. En heb je ook al verteld als het niet werkt? Als het dus niet werkt, dan gaat het waarschijnlijk de oren af moeten. Ja, en dan vraag ik... Of een spuitje. Dat zeg je wel heel snel zo. Of een spuitje. Nee, ja, dat zijn de twee opties. Ja. Gaat er in ieder geval om dat als het echt zover moet komen dat er oren af moet. Hoe zielig is dat? Hoeveel last gaat ze daarvan hebben? Want ja, heel de gehoorgang gaat er dan natuurlijk uit. En raakt het ook de evenwichtszenuw? Ze is al 9. Raakt ze daar niet helemaal van het padje, zeg maar. Dus ik hoop dat het niet zo ver komt en dat ik die keuze moet maken. En
Super fijn. Voordat we dus zo meteen naar het ziekenhuis gaan, komt zo meteen onze nieuwe tv. En ik ben heel erg benieuwd hoe groot de doos is van een 77 inch tv. Ja, ze konden niet met een kleinere wagen komen, want dan past ze niet in een auto. Hij is net zo groot als de hal bijna. Nou, het beantwoord gelijk de vraag, past hij in onze auto? Hij moet in de hal blijven, denk ik. Ik zag hem al die uitleggen. Oké. Awesome. Nou, dat wordt op, de auto. Hi, lieve mensen. Het is vandaag 15 december. Een week geleden plus één dag ben ik geopereerd. Ik voelde me vandaag oké genoeg om te denken, nou, laat ik weer eens even mijn pruik opzetten. Laat ik weer een beetje wat op mijn gezicht smeren. En het is vandaag een hele, hele, hele spannende dag. Want volgens mij ga ik vandaag letterlijk te horen krijgen of ik kankervrij ben of niet. En ja, zo niet wat dan, zo ja wel, ook wat dan. Want ja, de kans is nog steeds dat ze mij alsnog willen bestralen voor alle zekerheid. Ja, ik vind het gewoon heel spannend wat ze hebben gevonden. Het voelt echt weer een beetje als in het begin. Ja, ik heb echt buikpijn. Ja. Ik had er niet zo last van eigenlijk. Nee, ik ook gisteren, niet. Of eergisteren. En net toen straks, een uurtje geleden, kwam bij mij wel echt even binnen. Zo van, oh ja. Ja, het is een hele belangrijke uitslag. En let's hope for the best. Me, myself and my dreams. Me, myself and my dreams ook gewoon. Ik heb dit zakje gewoon niet meer uit mijn handen gehad. Nee. Dit is gewoon aan mij. Van, dit is gewoon, ik ben één geworden met mijn plastic tas. Als ik er nog langer mee had moeten lopen, dan had ik ook gewoon zo'n fanny pack met twee van die trains erin gemaakt. Zo. Ja, ik had wel een paar keer bedacht van waarom doen ze het niet in een rugzak. Maar dat ging natuurlijk niet met, met je borsten. Volgende week bij ons zelf te vullen. Ik heb geen naam gekregen nog. Ik zal het er eens uithalen. Eén is goed. Ja, hij was een beetje gaan lossen. Ik denk dat vond ik minder een prettig gevoel. Het ziet er wel rustig uit. Het is niet heel blauw. Nee, dat vond ik ook heel erg meegevallen. Is dat ook de bedoeling? Het is fijn als het niet zo blauw is. Nee, maar ik zie allemaal plaatjes natuurlijk van vrouwen die echt dat je ik denkt heb ze blauwer gezien. Wat is dit? Voel je veel meer goed zitten. Ja. Ik denk dat het hetgeen is wat ik gevoeld heb. Ja. Gaan we hetzelfde doen? Dan mogen we zo eens een diep inademen en dan weer uithalen. Ja. En dan gaan we naar uit. Poetsen. Ja, dat was ook. Ja. Oh, is dat best hoog? Ja, het is zo'n slag. Free from the drains. die slang zat er heel ver in. Ik voel het met zo. Je voelt het niet, want je hebt niet echt gevoel, maar toch voel je wel dat het is. Dat is heel gek. Als zo'n slang zijn. Dat hij niet zat. Dus het klopte wel, want heel af en toe voel ik een soort van. Ja. En toen dacht ik, zit iedereen nou helemaal hier? Een soort snorkel. En je had gelijk, hierboven zit die. Voel je dat? Dat ventiel. Oké, ja. Meteen geen zeer volgens mij. Nee. Zou dat ook gevoelloos zijn dan? Ik ben gewoon dik, weet je toch? Ja, nee, dat is één ding wat zeker is. Nee, maar ik denk dat het ook te maken heeft met dat het natuurlijk wel een groot gedeelte ook een beetje verdoofd is. Maar de hechting en zo is ook losgemaakt. Dat heeft ook geen zeer. Oh ja, tuurlijk. Ja. Volgende. Nou, even wachten nog. Super spannend.
Nou, we komen net terug van de chirurg en plastisch chirurg. We hebben goed nieuws en minder goed nieuws. Daar komt het eigenlijk op neer. Hij vond het sowieso al bijzonder dat ik er zo vanaf lag na mijn operatie. Dat ik echt zo, me zo slecht voelde. Maar hij zei ook, ja, misschien was dat de corona wel. Nou, laat ik in eerste instantie beginnen met dat de plastisch chirurg kwam. En die heeft even gekeken en die vond het allemaal mooi uitzien. Niet te blauw. Verder niks geks. Ik weet niet of ik het al had verteld, maar gisteren onder de douche kwam er ineens een soort van pus uit mijn tepel. Alsof er een klein, aan mijn linkerkant trouwens, alsof het een klein rijp puisje was die een beetje gesprongen was. Zo was het eigenlijk. Was het heel klein, maar dat zag ik nu niet meer en hij zag ook niks geks. Hij vond het er goed uitzien. En daarna heeft hij de drinks eruit gehaald. En dat deed eigenlijk geen zeer. Maar het gekke was dat ik moest en dan uitademen. En bij het uitademen gingen zij hem eruit halen. En ik voelde echt helemaal van bovenaf. Zo. Het deed dus geen zeer. Maar ik voelde wel van, hé, hij komt ergens. Toen zei hij van, ja, het is zo'n stuk drain dat erin zit eigenlijk. Nou, goed. Die is eruit. Daar zijn we blij mee. Sergio ook vooral heel blij mee. Dit is trouwens ook de eerste keer dat ik weer buiten ben. Na een week. Toen kwam de chirurg en hij zei, ze hebben mijn borst natuurlijk leeggemaakt. Links was helemaal goed, zag er perfect uit. Niks aan het handje, dus dat is sowieso heel fijn. Rechterkant, ja, daar zag je in dat de tumorcellen wel geslonken waren. Daar zat nog steeds wat in, maar niet meer in de snijranden. Dus dat is goed gelukt. Alleen, ze hebben wel tumorcellen nog gevonden in mijn lymfeklier, in mijn schildwachtklier. De poortwachter. Schildwachtklier. De poortwachtersklier. Of hetzelfde. Schildwachtklier of de poortwachtersklier, je moet rijden, is allebei hetzelfde. Oké. Ja. Wat houdt dat in? Nou, dat er nog steeds wat moet gebeuren in mijn oksel. Ze weten niet zeker of er wat in mijn tweede oksel wat zit. Maar ze moeten er wel wat mee. En eigenlijk is dat dan ook gelijk als er in de schildwachtklier wat zit, dan willen ze ook eigenlijk radicaal ingrijpen. En dat is dan of operatief al mijn kleren eruit, of bestralen. Het bestralen is in mijn geval, ja, toch wat minder fijn, omdat ze ook een stuk van de borstwand meenemen en ik heb natuurlijk een prothese er al in zitten. Dat wisten we van tevoren, dat risico heb ik genomen. Maar ja, ik had ook begrepen dat ook al was ik wel schoon geweest, dat ze waarschijnlijk me alsnog wilden gaan bestralen, gewoon voor alle zekerheid. Dus hij heeft mij eigenlijk zelf de keuze daar een beetje in gegeven. Hij zei, normaal ben ik niet zo dat bestralen mijn voorkeur heeft. Maar eigenlijk in dit geval denk ik, ja, misschien toch wel. En ook omdat ik jong ben, dat hij zegt, ja, misschien heb jij wel minder last ook van de bestraling. En zo pakte ik het niet op. Ik dacht meer van dat de bestralen de betere effectiviteit heeft. En daarom, omdat je juist zo jong bent, dat je meer de tijd hebt om het nog te ontwikkelen. Dus hij wil zeker weten dat het echt weg is. Nou, misschien is het beide. Want hij zei ook dat de kans dat het bij het littekenweefsel terugkomt, is ook aanwezig. Niet zeer omdat jij het bent, maar überhaupt. Ja, dat vond ik ook wel een ding. Daarom bestralen dan de beste optie. Ja. Dus ja, ik ben niet verdrietig en ik ben niet blij. Dat is het een beetje eigenlijk, ja. Ze weten niet of ik nu kankervrij ben. Daar kunnen ze eigenlijk geen antwoord op geven. Nee, het is eigenlijk een beetje in de lijn der verwachting, maar je had anders gehoopt. Dat was gewoon het mooiste geweest. Dat is inderdaad misschien het, ja.
Ja, en we hadden zelf, of ik had zelf de theorie, omdat een andere chirurg die er ook bij was tegen mij had gezegd, als zij tijdens de operatie al aan de klier zien van hé, die ziet er gek uit, dan halen ze hem er sowieso uit. En dat hebben ze niet gedaan met de tweede klier. Dus ik denk in ieder geval dat in ieder geval, als er iets in de tweede klier zit, dat het niet heel groot is. Nee. Dat ze het niet met het blote oog konden zien. En ik had dus ook gevraagd, waarom doe je dan niet gewoon een punctie van die ene klier? Maar hij zegt, er zitten iets van 16 klieren in die oksel. 15, ja. Ja. Dat maakt het verschil. Ja. 15. Ja. Dus ja, dan van 15, dat doen ze ook niet. Nee. Tja. Nou, ik denk dat we zo nog even op zoek gaan naar een ouders van nu exemplaar, of niet? Of gaan we morgen pas kijken? Nou ja, aangezien we nu naar mijn pa gaan, denk ik niet dat we daar nog aan toe komen. Nee. Heb je in ieder geval leuke foto's ontvangen? Nou, leuke foto's ontvangen. En jongens, we liggen dus in de schappen. Want jullie zien deze vlog natuurlijk ietsje later dan dat wij het nu opnemen. Dus wij liggen in de schappen. En ja. Ouders van nu, en we zijn ontzettend benieuwd of jullie het hebben gezien, of jullie hem hebben gekocht en wat jullie ervan vinden. Een hele goede morgen. Ik wil jullie natuurlijk weer even een update geven hoe het met mij gaat. Eigenlijk gaat het best goed. Het is echt een verlossing dat die drains eraf zijn. Hoewel het eigenlijk best wel heel erg goed ging hoor. Het was verbazingwekkend hoe goed dat eigenlijk ging. Maar ik begon op een gegeven moment wel een beetje last te krijgen dat hij er waarschijnlijk uit wilde. Dus de drains zijn eruit gehaald en die zaten echt helemaal opgekruldeld hier. Maar nu kan ik dus gewoon lekker zonder tasje in mijn handen overal heen. En ik moet zeggen, mijn borsten zagen er in eerste instantie toen ik uit de operatie kwam er echt uit als zo'n leeggelopen ballon die aan elkaar is geplakt en verschrompeld is. Misschien kun je je dat voorstellen. Maar we zijn nu ongeveer een weekje verder en het ziet er echt al zo'n stuk beter uit. Ja, ik kan jullie helaas niet heel erg veel laten zien, want dan worden we gestruikt op YouTube. Maar zoveel als kan ga ik jullie laten zien. En daarom wil ik jullie ook even mijn prothese BH laten zien. Nu moet ik zeggen dat ik hem eigenlijk niet veel draag. Maar ik vond het toch leuk om even te laten zien. Ik heb deze al meegekregen van het ziekenhuis. En de sluiting zit dus aan de voorkant. En hier zitten eigenlijk vullingen in. Nou, dan kun je die ook nog verder opvullen hier zo met nog wat rijst of een beetje wol. Maar wat ik leuk vond om te laten zien is dat dit is mijn eigen décolleté. Dus dit is al van mezelf. En ik heb gisteren een telefoontje gehad dat ik aanstaande woensdag dus al voor het eerst opgevuld ga worden. Dus dat vind ik wel heel erg spannend. Dinsdag ga ik naar de internist en gaan we praten over het vervolgplan, denk ik. Wat gaan we nou nog meer doen? Bestralen? Misschien toch ook nog chemopillen? Wanneer gaan we beginnen met hormoontherapie? Misschien wil die me daar al gelijk aan hebben. Dus ja, ook een spannende dag. En 31 december heb ik voor het eerst het gesprek, althans ik heb al eerder een gesprek gehad, maar heb ik het gesprek met de radioloog over het behandelplan, voorlichting. En dan ga ik ook gelijk onder de CT-scan. En dan krijg ik mijn allereerste tato's. Want dan worden er puntjes gezet over waar ze gaan bestralen. Dus ik ben heel benieuwd. We gaan gewoon volle kracht vooruit. En we gaan nog steeds voor genezing. En dat houdt me op de been. Wat heb ik nou weer? En mijn gezicht begint ook al... Had je dat nog niet gezien? Jawel, maar het is wel gelijk zo heftig. Tot tijd voor een... Een verkeerde Rudolf is dit. René de Red Cheek. Wanneer?
Oh, en de kamer is ook bijna leeg. Nou ja, we zijn gelukkig weer een beetje aan de betere hand. Ja, coronavrij allemaal. Nog een beetje snotteren en snuiten hier en daar. Ja, maar we zitten weer allemaal rechtop. We zitten buiten bed. En dus we zijn helemaal blij. En daardoor hebben we nu ook weer ruimte om wat andere dingetjes op te pakken. Want ja, de kerstboom staat nog niet, jongens. En het is bijna kerst. Dus het moet nou wel eens even gebeuren. Zo niets voor ons, hè? Nee. Ik vind het echt... Sinterklaas land uit en meteen de kerstboom opzetten. Ja. Ik heb hem zelfs wel eens tot maart laten staan. Dat heb ik volgens mij al vaker verbaast verteld. Me niks. Ik zie het leuk. Anyway, we hebben een dak met dakpannen. Ze gaan binnenkort metselen aan de buitenkant. Dus dat gaat ook super hard. Ik kreeg toevallig net een berichtje, sorry. Van, willen jullie alsjeblieft jullie huis weer even laten zien? Ik zeg ja. We mogen er eigenlijk officieel niet op. Nee. Dus, maar ja, eind januari staat de kijkdag. Eindelijk. Als die niet weer verplaatst wordt. Ja, nou dan... Maar misschien dat we stiekem daarvoor nog even gaan kijken. Ik heb gezien hoe ze dat in het Capitool hebben gedaan. We bestormen gewoon die bouwplaats. Ja. Alleen dan vredig. Vredig. Dus ja, kerst komt eraan. Kerstboom gaan we zetten. Ik ga de douchedeur deze week zetten. Ja. En we hebben een hele grote nieuwe tv. TV dus gaan we even uitpakken. Even uithalen. En dan even kijken of alles goed is. Ja. Was je nog niet klaar? Nou, ik wou zeggen dat ik dus al allemaal nieuwe afspraken heb staan. Waar we jullie ook weer in mee gaan nemen. Voor aankomende week. Internist. Borsten vullen. En dus dat zijn ook belangrijke afspraken. Die komen uiteraard ook weer in de vlog. En we moeten opschieten omdat de accu is leeg. Ja, want de accu is leeg. Vond je dit een leuke vlog? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en het belletje aan te zetten, zodat je alle leuke video's weer meekrijgt. We zien ook weer heel graag jullie reacties. Een melding van krijgt. Kunnen we even niet op alles reageren vanwege de situatie. Maar we lezen echt alles en we waarderen het enorm. Dus doe vooral jullie reacties. Want we hebben er veel steun en plezier aan. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dankjewel. Kijk, ciao. Ciao.